Hoi. Hoi. Inge, wat die nummer voor? Voorlopig de volgorde 134, 137, 136, 132, 139, 131, 135 en 292. Zeumia en oudere Sterling. De jury is eruit voor de bekendmaking van de resultaten. In deze rubriek geef ik met alle genoegen het woord aan de woordvoerder, de heer Harry Draaier. Ja, fijn, dankjewel Henk. Onze groep oudere Sterberries, in totaal hebben we er 8 gekeurd en nummer 130 is aanwezig. Aan kop is nummer 134. Een fraaie merrie, een mooi voorkomen, een mooie rassendrukking. Beste bouw, correct ook van bouw, ook goede kwaliteit beenwerk. Hij zat, zal misschien niet zo overtuigen, vandaar dat hij eerst ook een beetje op de tweede plek heb laten lopen, dat hij wat op rust komt. Maar dan zat hij met voldoende activiteit, met een mooie ruimte. De DAF, door een mooi lichaamsgebruik, heeft hij een mooie manier gedaan met voldoende balans, uitgenodigd voor de centrale beur. Yes! Gaan we genieten van de eerste premiepaarden in deze leeftijdscategorie 7 jaar en ouder. En uitgenodigd voor zowel een Uniek van Gwijngamieden en Ulbert Keer Brandes van de heer H. en de Brandsloot van Gwijngeer. Dan Goenie van de Scholes, Jonge Inkte uit de Tjelkenmoeder van Been Meijer in Pijns. En tenslotte per se een rode piek uit de oorlogmoeder van M. Schiphof in Berlijke. Een half rondje stappen.
Wij hebben gemeen iedereen gelijke kansen te bieden, waarbij dus iedereen ook één ronde straks in draf rond mag gaan. Dan wordt pas de goed zo. Een volle ronde in dezelfde hoek er weer uit. En kom erop, Jurijn, met 134. Uniek van Wijnig Amir, een uit de brandenschoeder van H&N Brandsma in Wijnweer. Oh! Een waardig kandidaat, deze 134, uniek van de Kwaingamier. En dan komt de volgende kans, 137. Goody van de Schaam, ook in de boer. Dankjewel, Henk. Dames en heren, dit zijn de kooppaarden uit de rubrieken. En ik denk dat we hele fijne paarden hebben gezien. De ene heeft misschien iets meer moeite met de grote baan en is dan iets eerder uit balans. Maar over het algemeen goed bewegende paarden die ook goed gemodelleerd zijn. En dan moet je tot een bepaalde beslissing komen. Neem je het exterieur, beweging, rastype, beenwerk mee. Nou, dan beginnen we maar met de reservekampioen. Dat is een paard dat mooi reaal gelijnd is, heel mooie halsvorm heeft. Heeft zich dit jaar ook al iets vaker bewezen als een kampioen, dus die ermee loopt zal hij ongeveer weten. Dat is nummer 298. Gefeliciteerd. En dan natuurlijk de kampioen. Nou, je hebt het kunnen zien, die kwam als laatste binnen. Dat was een hele mooie gelijnde merrie, die heel goed kan draven, goed kan stappen. Echt, Harry heeft vanmorgen al een heel groot verhaal bij het paard gehouden. Toen zei ik al, dit paard raken we vandaag nooit weer kwijt. We hadden het zo positief beoordeeld. Nou, dat klopt erop ongeveer. Het is een hele mooie merrie. Ik kom er verder niks van te zeggen. Gefeliciteerd.